Stefano Henneveld, jij bent van Ali Blijf Binnen. Vanavond een lichtshow vanaf het WTC hier in Almere Stad. Waarom? Nou, wij hebben in de coronaperiode met collectief Ali Blijf Binnen verschillende acties gedaan om Almeerders een hart onder de riem te steken. Denk hierbij aan een botenactie waarbij we langs een verzorgingshuis gingen om eenzamere ouderen een hart onder de riem te steken. Of 10.000 paaseieren hebben uitgedeeld voor de jeugd in Almere. En als klap op de vuurpijl verlichten we nu het WTC-gebouw om iedereen nog één keer het laatste feestje van 2020 te geven. En om knallend het nieuwe jaar in te gaan waar we hopen dat weer veel meer mag en veel meer kan. Want waarom een lichtshow? Waarom specifiek licht? Nou, we hebben natuurlijk nu het vuurwerkverbod, dus vuurwerk mag niet. En wij hebben gekeken naar wat is hier een oplossing voor. Nou, licht mag, nou, lasers niet, maar we spelen met lichten. Dus we hebben gekozen om lichten op het hoogste gebouw te zetten, het hoogste gebouw te verlichten, zodat iedereen het kan zien. En op die manier hopen wij dat we toch een show kunnen geven aan de mensen thuis in Almere. Ja, want ja, naast de lichtshow is er ook muziek. Hoe zit dat precies? De lichtshow wordt vanaf nu geregisseerd. De artiesten zijn eerder al gekomen, die hebben wel hun optreden gedaan. Dus live uitgevoerd. En de lichtshow wordt nu laten zien zoals we dat op de achtergrond kunnen zien. Hierin hebben we Nederlandse zangers meegenomen. Denk aan Danny Litt, denk aan Mario Broersen en Wesley Bronkhorst. We hebben DJ's ingezet. DJ Kai en MC Define. En DJ Freddy Moreira. Echt een hoogvlieger als je het mij vraagt. En een artiest Jay Jawson. Wat heel erg voor de jongeren wel spreekt. Nu zijn we rustig aan het opbouwen naar het 12 uur moment. Je hoort het al. Mensen zijn al flink aan het knallen. Maar dat gaan wij niet doen. Om 12 uur proberen alle spots aan te zetten, probeer één gekkenhuis van te maken. De lichten rijken tot aan Amsterdam. En volgens mij ook in Lelystad kan je het zelfs zien op sommige punten. Dus we proberen het heel bereikbaar feest te maken voor iedereen. Want wat gaat er precies gebeuren met die lichten? En daar ze gaan allemaal aan. Ja. Dus dat is het eigenlijk. De lichten gaan aan, er komen verschillende kleuren. Ze verspringen wat sneller. Eigenlijk gaat het allemaal wat rapper, waardoor je het gevoel hebt van we geven tempo en we gaan ervoor. En mensen zijn heel enthousiast over de lichtshow. Ik krijg foto's binnen, video's, mensen taggen ons in stories. Mensen vinden het geweldig en daarvoor doen we het. Je geeft aan, hè, de lichten zijn ook in Lelystad en Amsterdam te zien. Daar al reacties van ontvangen? We hebben een foto ontvangen uit Amsterdam-Noord, dat iemand de lichten ziet. Maar neem dat ook vooral met niet te letterlijk. Kijk, je kan het vanuit sommige punten zien, maar voornamelijk in Almere. Het is nu 11 uur geweest. Hoeveel kijkers hebben jullie inmiddels op de livestream? Op dit moment kunnen we dat niet bekijken. Dat kan pas na afloop. Dus daar kan ik je niet over zeggen. Maar ik denk dat het er wel... Nee, ik kan er niks over zeggen. Hoeveel kijkers hoop je op? Nou, ik hoop op 1 miljoen. Dat is natuurlijk waar je op hoopt. Mij gaat het niet om de cijfers. Het gaat mij om de reacties. Dat is het allerbelangrijkste. Als je de mensen kan entertainen, als zij het gevoel hebben dat ze gehoord worden en dat er iets voor ze wordt gedaan, ja, dan is mijn geluk al daar.